Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tango en Formido Bouwmarkten. Wie wordt er kampioen? Dat is ook de vraag bij de Formido Swift Cup. De beste papieren zijn voor Pieter Schothorst. Maar de man die van pole vertrekt, Jeroen Slaghekken, heeft ook nog altijd kans op de titel. Hetzelfde geldt voor de man die naast hem staat op de eerste rij, deze Marcel Dekker. Maar hij, Pieter Schothorst in de zwarte auto, heeft met 6 overwinningen al op zak dit seizoen de grootste kans op het kampioenschap. De start van de eerste race van de Wijzenol Trophy, de 11e alweer van dit seizoen. Vooraan is Jeroen Slaghekken voor Marcel Dekker in de groene auto. Dan Pieter Schothorst, Niels Langeveld voor Maarten Graaf en Daan Stots in de witte auto op de 6e plaats. En hier helemaal achteraan nieuwkomer Maarten van het Schip. Dekker en Slaghekken moeten dus in ieder geval zorgen dat ze de race winnen of tweede worden. En dan moet Pieter Schothorst niet te ver naar voren eindigen. Dat is het ideale scenario voor de twee mannen vooraan. Schothorst werd je onder druk gezet door Niels Langeveld, die haast heeft en die hier de aanval inzet aan de binnenkant en ernaast komt. Mooi gevecht tussen die twee. Langeveld veel pech gehad dit seizoen, maar de laatste weken goed op dreef. En komt dus brutaal naast Pieter Schothorst. Maar gaat hij er ook voorbij? Dat is de vraag. Want Schothorst, kijk maar, houdt toch goed de gang in zijn Swift en blijft op de vierde plaats. Mooi gedaan door Pieter Schothorst, die ook begrijpt gewoon dat hij een goed resultaat nodig heeft. Stond in alle races nog op het podium dit seizoen, de man uit Huizen. Maar de jonge coureur die wordt begeleid door Tim en Tom Coronel, moet uiteindelijk toch het onderspit delven tegen Niels Langeveld, die er hier voorbij gaat en de vierde plaats overneemt. Dan Laura Katsma met flink wat schade links voor. En dat komt door een botsing met Jorg Obluda. Die heeft ze van achteraan gereden en daar krijgt ze uiteindelijk een 30 seconden straf voor. En zo kan Maarten van het Schip er voorbij bij Laura Katsma. Dan de laatste ronde en bij deze race zat het venijn in de staart. Het gevecht tussen Slaghekken en Dekker en het gaat er stevig aan toe. Daar duikt Dekker op aan de binnenkant in de Tarzanbocht. Is er eigenlijk al voorbij. En hier had Slaghekken beter van zijn gas af kunnen gaan. Want nu gaat Dekker in de ronde. Maar ja, daar denkt Slaghekken zelf anders over. Ik zag in de spiegel dat hij één keer heel ver achter me zat. Dus ik weet niet precies wat er is gebeurd. Ik heb een hele harde zet. Echt dat mijn hoofd tegen mijn stoel aankwam. En daarna liet hij me helemaal naar buiten lopen, waar het gewoon asfalt gewoon ophoudt. Dus ik dacht, ja, ik ga niet nog een keer door het gras voor. Dan bekijk het maar. Hoe Slaghekken gaat door, ligt hij nog altijd op de tweede plaats achter Mart de Graaf voor Niels Langeveld. Maar hij zou uiteindelijk een 30 seconden penalty aan de broek krijgen, evenals Marcel Dekker. En dus worden ze allebei teruggezet naar respectievelijk de 13e en de 17e plaats. Mooie overwinning voor Mart de Graaf. Voor Niels Langeveld en Pieter Schothorst schuiven nu op naar de derde positie. Kempanen, Slaghekken en Dekker verspelen kostbare punten, maar daar kan de winnaar Mart de Graaf in het geheel niet mee zitten. Hij is een blij man. Ik zat eigenlijk de hele race op de eerste rij. Ik kon afwachten en zag alles zo mee gebeuren. En het laatste rondje had ik gewoon geluk dat Marcel en Jeroen toch nog wat gingen proberen. En ik heb eigenlijk bij geen één inhaalactie moeite hoeven doen. Ik moest er alleen omheen sturen en dat was het. Straks meer van de Wijzenol Trophy met race 2 van de Formido Swift Cup. En u krijgt uitgebreid de Tourwagen Diesel Cup te zien. Blijf kijken, tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tango en Formido Bouwmarkten. Welkom terug bij Dutch Powerpack met het vervolg van de Wijzenol Trophy met de Formule Ford. En een onverwachte, verrassende winnaar in de Tourwagen Diesel Cup. Maar eerst krijgt u nog van ons de tweede race in de Formido Swift Cup. Met op pole position de winnaar van de eerste race, Mart de Graaf. En daarnaast op de eerste rij Niels Langeveld. De laatste weken dus aardig bezig. En achter hem Pieter Schothorst. Ja, en hij heeft genoeg aan de 15e plaats om kampioen te gaan worden. De jongeling uit Huizen is er dus bijna. Maar het blijft een technische sport, je weet het nooit. Van pol vertrokken, start van de tweede race. Mart de Graaf probeert daar met toch nog voor Niels Langeveld te blijven. Maar dat zal lastig worden. Kijk eens, Langeveld aan de binnenkant neemt brutaal de leiding.
Terwijl Schothorst daar aan het bakkeleien is in de strijd om de derde plaats met Daan Stots. Gele auto daar weer achter is van Peter Schreurs op de vijfde plaats. En Sandra Dauma in de wit-roze auto op de zesde positie. Aan de lijn dus Niels Langeveld. En dan gaat het mis in de Gerlachbocht met Joost van der Akker en Martin Boezaert. De rookie. Van der Akker in de ronde getikt door Boezaert. Dat gebeurt hier. Ja, hij blijft daar zitten en dat is niet zo heel verstandig. En dan krijgt hij een tikkie. Vooraan gaat de strijd gewoon verder met Niels Langeveld en Mark de Graaf op de posities 1 en 2. En toch weer Pieter Schothorst op de vierde positie. Dat wil zeggen, Stots zit aan de binnenkant. Maar de aanval komt van Pieter Schothorst. En daar Marcel Dekker in de groene auto. Moet natuurlijk van ver komen door die straf in de eerste race. Geldt ook voor Jeroen Slaghekken. En daar zien we het. Pieter Schothorst naar de derde positie. En ook Peter Schreurs is er voorbij bij Daan Stots. Die nu belaagd wordt door Sandra Dauma. Schothorst dus weer op een podiumplek. En dat zou dan voor hem de 11e keer zijn dit seizoen in 12 races. De man die dus op het punt staat om kampioen te worden. Langeveld is met andere dingen bezig. Die wil de race gewoon winnen voor Mark de Graaf. En daar zien we de opmars van Marcel Dekker. En ook nog even de jongeling, de jongste eigenlijk van het hele spul, Niels Kool. Die daar wordt aangevallen door Marcel Dekker, die daar goed voorbij Kool gaat. Mooie actie van Dekker. Maar de zege in de tweede race gaat naar Niels Langeveld. Die daarmee definitief afrekent met een periode van veel tegenslag. Mart de Graaf wordt tweede en daar Pieter Schothorst op de derde plaats. Hij is de nieuwe kampioen in de Formido Swift Cup. Peter Schreurs wordt vierde en Marcel Dekker, hij kwam van ver, toch nog vijfde. Ja, Niels Langeveld, ik zei het al, eindelijk gaat het dus lekker met deze Zwift-coureur. Ik had gewoon telkens pech vier weekenden op rij. Maar het team, denk gewoon telkens, ik weet zeker, ze wisten zeker dat ik het kon. En ik begon te twijfelen aan mezelf. En telkens zeggen ze weer, kom op Niels, we gaan er weer positief kijken. En dat is nu gebeurd en dan is dit het resultaat. Dat is fantastisch. Ja, ik probeerde het wel, maar het tweede is ook mooi. Ik heb het echt wel geprobeerd, maar ik kon er wel bij komen. Maar ja, hij verdedigde echt supergoed. Hij had gewoon overal de binnenkant dicht. En ik zag geen gaatje waar ik het moest proberen. Maar alle ogen zijn gericht op deze man, Pieter Schothorst, de nieuwe kampioen. Vorig jaar ben ik begonnen in deze Zwift Cup. Dat jaar was leren, beginnen, oefenen, dingetjes uitproberen. Met die begeleiders van mij, Tim en Tom, is dat super gelukt. Nou, en toen uiteindelijk hadden we het doel om het tweede jaar kampioen te worden. Laatste race van het eerste jaar ging goed, snelheid tot te pakken. Die lijn goed doorgezet en dit jaar het ultieme doel bereikt. Mijn hoogtepunt, het kampioenschap. Met dank aan de racende tweeling Tim en Tom Coronel. En hij begint ook al een beetje als die twee te praten, Pieter Schothorst. Maar daar staat het, 219 punten, 6 zegens. En er is er maar één de beste en dat is hij dus, Pieter Schothorst. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tengo en Formido Bouwmarkten.